bij de volgende immuniteitsproef. De opdracht is heel simpel. Jullie moeten een boterham maken. Maar jullie moeten de ingrediënten zelf in de natuur vinden. Snappen jullie dat allemaal? Wil je dat nog één keer herhalen? Nee. Okay. Jullie moeten een boterham maken. Alleen, jullie moeten de ingrediënten uit de natuur halen. Snappen jullie dat allemaal? Ja. Ja, oké. Mooi. Kamp Cool 2. Jullie mogen iemand kiezen die niet meedoet, omdat jullie met eentje meer zijn. Wie gaan jullie kiezen? Oh, sorry man. Ik ben een meisje. Oké, sorry vrouw. Ik ben een meisje. Sorry jongen, ik ben een meisje. Sorry meisje. Oké. Prima. Ik ben op tv! Oké, wie gaan jullie aan de kant zetten? Wie kan hier geen boterham maken? Ik niet. Oké, ik ga aan de kant. Ik kan niet eens wat oppakken. Oké, start dan nu! Degene die het eerst een lekkere boterham heeft gemaakt, wint. We hebben nu voorsprong. Oh, Waggy! Go, 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 go. Ik blijf hier. Nee, kom. Go, 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 go. En al een stukje. Nee. We hebben nu al een stuk gerend. Ik stel voor dat ik eigenlijk weer terug ga. Als jullie dan ingrediënten hebben, maak ik het snel. Ik ben best in boterham maken. Punt. Klopt. Ja. Yep. Inderdaad. Helemaal mee eens. Oké, doei doei. Ik ga die kant op. En dan gaan jullie die kant op. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Ja. Oh mijn god. Boterham. Ja. Goed gedaan. Ja, ja. Oh nee, het andere team heeft ook kaas. We moeten opschieten. Snel. Maar wacht, persoonlijk hou ik eigenlijk meer van worst. Ik ga op zoek naar worst. Als ik kaas zie, laat ik het gewoon liggen. Jakkie. Nee, niet laten liggen, joh. Dombo. Nou, dat gaat goed. Wat een spannende strijd tussen de teams. Kaas. Gadver, dacht het niet. Hey. Kaas. Oh god, ik leek op Wiki. Niet meer doen. Ik heb nog een plakje kaas gevonden. Die hebben we al, sukkel! Hé, hey, wat is dat? Wat doe je, Wiggy? Nog gevonden. Oepsie. Deed ik het goed? Nee! Volgens mij zag ik daar iets liggen. Maar we hadden al een boterham. Nou ja. Ja, ik heb een mes. Ik heb een mes. En ik nog een boterham. Ik heb een worstje gevonden. Ik heb een lepel. Oké. Jongens, ik heb een voorstel. Wij hebben twee broodjes, jullie twee beleg. Zullen we ruilen? Ja hoor, wil je de kaas hebben? Heb ik mooi fijn geprakt. Oh, oké. Okay. Ja, liever nee, de worst eigenlijk. Oké. Okay. Kijk, ik kan onderhandelen. Kijk, ik ga de boterham snijden. Nee. Wiggy, stop. Oh mijn god. Stop! Oké. Okay. Nou jongens, ik heb een mes nodig. Oké. Okay.
Ah, kijk uit. Oh mijn god, ze voelt. Ah. Hey, waarom heeft Tina weer een mes? Ik maak de boter wel. Oh nee. Auw. Klaar! Joehoe, we zijn klaar! Oh mijn god. Oh nee, we zijn nog niet klaar. Vicky, jullie krijgen 1 punt straftijd voor de mislukte boterham. Jullie hebben nog een kans. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, en de minuut straftijd is voorbij. Vicky, jullie winnen alsnog. Oh. Vicky, ik heb eigenlijk een vraag voor je. Ja? Hoe kom je aan die lepel? Die lag daar, maar die hebben we nooit in het spel gedaan. Waar is mijn lepel? Ah, daar. Dank je, Vicky. Doei, doei. Oké. Okay. Helaas, Team Cool 2. We zien jullie later bij de eilandraad. Maar nu eerst... reclame! Welkom allemaal. Ik ben Heather. En jullie zien mij wel vaker in deze reclame. Nou, ik heb wat te zeggen. Ik zoek een leuke man, want ik ben single. Als je wilt, schrijf je dan in de reacties. Als het al last van poeren laten, daar hebben wij nu de oplossing voor. Het zorgt ervoor dat je nooit meer poeren hoeft te laten. Werkt echt. Zeker. Auw. Ik zal het voor jullie gaan halen. Het heet de pen. Kijk, Blitz heeft daar problemen mee. Ja, maar let op. Probeer nu eens een boer te laten. Zie je, ze stikt alleen maar. Ding ding. Koop nu. €5,99. Bij de eilandraad. Wat gebeurt er? Oh mijn god. Wat? Oh nee, ik ben groter. Het is uitgewerkt. Gelukkig zijn we nog niet helemaal zelf. Ja. Goed, waar waren we? Goed, Winter mag als eerst naar voren komen. En dan zeg ik coconut. Zeg ik Tasha mag naar voren komen. Oké. Sorry, Jo, maar je bent gewoon klein en... Ja, ja. En er was niet veel keus, dus doei doei. En dan nu Arctic. Oké. Oh, voor de mensen die zich afvragen waarom ik al van het eiland af ben, ik ben ontsnapt. Hé, hey, kom hier! Maar ik moet wel stil blijven. Ik ga schrijven. Zo, Bandit, kom maar naar voren. Ik stem op coconut, want hij is saai. Coconut. Ik denk niet dat ik het goed schrijf. Boeien niet. Herinner me. En dan nu Looney. Oh jee. Waarom ik als laatste? Discriminatie. Wat? Ik denk, ik ga Tasha. Ze is een beetje agressief en ik ben een beetje bang voor haar. Arctic. Ik bedoel, hij is zomaar van het eiland afgekomen. Dat is een beetje gek.
Hij is gewoon ontsnapt. Best knap, maar toch. Zo jongens, het is tijd voor de ontknoping. Wie zal er naar huis gaan? De allereerste stem. Oh ja, oké, okay, ja. Maar de allereerste stem, jongens. Is op Arctic. Wat? No. Oké. De tweede stem is voor... Boom, Tasha! Ja, kijk, dat bedoel ik nou met agressief. Derde stem. Is voor Bennett. Wie heeft nou weer zo'n lelijk handschrift? Hé, hey, ik ben de kapitein. Wie doet nou... Oh, wacht, trouwens, Bennett, je mag nog kiezen. Wil je je gouden munt inzetten om jezelf te beschermen? Nee, want ik weet zeker dat hij niet nog een stem op mij komt. Wil je iemand anders ermee beschermen? Wat denken jullie? Bescherm mij! Bescherm! Bescherm! Oké, weet je, ik bescherm Tasha. Yes, ik Dank ben je. Beschermd. Dank je. Oké, okay, nog een team, de vierde stem. Oeh, yeah. Oh, trouwens, die ene stem op Tasha komt te vervallen. Coconut! Gaan we die vervangen? Ja, die vervalt. Oh, want dat doet niet meer mee, want die was op Tasha. Oké, volgende! Op Tasha vervalt ook. Oh, gelukkig, anders val ik hier waarschijnlijk af. Ja. En de laatste twee stemmen. De eerste is voor... Joe! Ah, man, is dat vanwege mijn lengte? Oh. Nee. En laatste stem is voor Bennett. Dat betekent dat Bennett naar huis gaat. Als Bennett niet Tasha had beschermd, ging Tasha naar huis lopen. Nee! Ga maar afscheid nemen. Vaarwel, jongens. Ja, Bennett. Ja, doei. Ja, doei, tot ziens. Bedankt voor het beschermen van mij. Ik zal je altijd bijblijven. Ik kies Tasha als een nieuwe commandant of wat dan ook, als het zou mogen. Nope, dat zijn niet de regels. Oké. Okay. Nou, oh, wat spannend. Ben dit naar huis. Dat betekent volgende week een nieuwe kapitein voor Team Cool 3-2. Zeker weten. Ja. Wie? Dat zien jullie volgende week. Ja, later. Ja, dat Arctic ontsnapt. Ja, sorry dat we dat niet op beeld hebben. En trouwens, omdat dit de 10e aflevering was... hebben we straks een speciaal filmpje met elke keer dat Wiggy lacht complicatie. Zeker kijken, zo. Ik ben al aan het oefenen.